voor de introductie. Erik en ik zijn allebei werkzaam bij het Durrecenter, faciliteit van het Nederlands Hart Instituut. Durrecenter richt zich op ondersteuning van de onderzoekers in het cardiovasculaire veld. En dan met name gericht op biobanking en data management. Veelal gaat het om multicenter projecten. En wij zijn in deze sessie gevraagd om wat te vertellen over hoe binnen Capacity het delen van data geregeld is. Capacity, dat is een registratie van patiënten met COVID-19, gebaseerd op het ICRF van de ICERIC, van de WHO. Om het toepasbaar te maken voor het cardiovasculaire onderzoeksveld zijn er een aantal instrumenten aan het ICRF toegevoegd. En dan gaat het met name om de cardiologische voorgeschiedenis, diagnostische informatie en eventueel het voorkomen van cardiovasculaire complicaties. En dit alles met als doel om zicht te kunnen krijgen op de incidentie van de cardiovasculaire complicaties bij COVID-19 en om een beeld te krijgen van het klinisch beloop van COVID-19 bij patiënten met eventueel onderliggende cardiovasculaire aandoeningen. Even kijken. Hij gaat even niet verder. Ja, nee. Deze moet meer een paar van. Ja. In de eerste golf zijn er ruim 7000 patiënten geïncludeerd, verdeeld over 75 centra en uit 13 landen. Dus er is behoorlijk veel werk verricht in de maanden april tot en met september. Er was ontzettend haast bij natuurlijk om deze registratie van start te krijgen. We hebben ongeveer 2 weken gehad. We hadden ongeveer 2 weken om alles te organiseren. Leuk om te noemen is dat de METC-toestemming binnen 24 uur was. Dus het kan heel snel. We hebben toestemming gekregen om met een opt-out procedure te werken. Omdat met name patiënten natuurlijk in acute situaties opgenomen werden in het ziekenhuis. En daardoor geen mogelijkheid hadden om op dat moment volledig geïnformeerd een toestemming te geven. Daarover is trouwens ook overleg geweest, bijvoorbeeld met de inspectie van volksgezondheid. Die hebben dat ook aangegeven dat dat in dit geval kon. Achteraf werden patiënten zijn, of tijdens de opname, wanneer het wat beter ging met de patiënten, zijn ze wel geïnformeerd over deze toestemming en hadden ze dus de mogelijkheid om zich eventueel te excluderen voor de studie, dus aan te geven dat ze niet deel wilden nemen. In principe zijn alle ziekenhuizen in Nederland die zijn benaderd om deel te nemen. En daarnaast hebben ze zich dus ook internationaal nog een aantal centra aangesloten. Dit was een behoorlijke logistieke operatie en is uitgevoerd door eigenlijk de 6 partners waarvan het logo daar op de slide ook opgenomen is. Dit zijn allen organisaties die werken binnen het cardiovasculaire veld en verenigd zijn in de Dutch Cardiovascular Alliance. Tot zover een korte introductie over Capacity. Dan natuurlijk meer van hoe gaan we nou om met de data en ook uiteindelijk het delen van data. Vanaf het begin hebben we eigenlijk natuurlijk al heel goed na moeten denken van oké, als we nou straks die data gaan delen, dan moet dat wel aan de start gewoon ook duidelijk zijn voor iedereen hoe dat georganiseerd is. Ieder centrum die deel ging nemen, die moest uiteraard het research protocol, dus het capacity registratieprotocol, accorderen. Er moest een onderzoeksteam geformeerd worden per centrum. Vervolgens moest er een data transfer agreement getekend worden. In dit geval van Capacity was het UMC Utrecht het coördinerend centrum. En in deze data transfer agreement
is geregeld dat de centra die deelnemen aan deze registratie aan Utrecht het mandaat geven om uiteindelijk ook data weer te gaan delen en uit te geven voor onderzoeksvragen, voor beantwoording van onderzoeksvragen. En dat was natuurlijk een heel essentieel punt, want op een gegeven moment als je zo'n groot multicenter project hebt en je wil op een gegeven moment data gaan delen, als je dat niet centraal geregeld hebt, dan moet je eigenlijk weer terug naar al die deelnemende centra als je dan iets wil. Nou, dat is dan op dat moment natuurlijk ook een onbegonnen klus. Dus dat was, ja, gewoon voordat een centrum mocht gaan deelnemen, moest die DTA getekend zijn en moest dat geregeld zijn. En vervolgens hadden we ook de data access policy, die hadden we ook al helemaal klaar liggen, zodat het ook direct meegecommuniceerd kon worden met deze documenten die voorafgaande aan de studie geregeld moesten worden per centrum. Dus zo wist iedereen gewoon vanaf het moment nul, zeg maar, waar ze aan toe waren. Nou, alles werd verzameld in Utrecht en als een centrum alle documentatie had aangeleverd, dan kregen ze, zeg maar, groen licht en werd het vervolgens ingevoerd in, konden ze starten met de invoer en daarvoor hadden we RedCap ingericht. Zoals gezegd, we hebben dus die data access policy al direct bij aanvang van het benaderen van de centra gecommuniceerd. We hebben ook direct een data access commissie ingericht. Die bestaat uit, en die bestaat nog steeds trouwens, uit de personen van de partners van de organisaties die allemaal deze studieregistratie of deze registratie opgezet hebben. En die access commissie die is aangevuld met een epidemioloog, coördinator en een onderzoeker die precies, ja, inhoudelijk bekend is met de database. Alle informatie die was ook direct op een website terug te vinden. En op het moment dat een onderzoeker een aanvraag wilde gaan doen voor het beantwoorden van een researchvraag, was eigenlijk de eerste stap dat hij naar de site moest gaan en waar dus ook precies aangegeven stond welke onderzoeksvragen er al in behandeling waren of waar al aan gewerkt werd. Dus dat hebben we ook direct op de site gezet om overlap in aanvragen te gaan voorkomen. Dan staat hier de procedure hoe er toegang tot data gekregen kan worden bij Capacity. En Erik gaat jullie nu even door dat proces heen leiden. Yes. Kijken of hij het doet. Goed. Als onderzoeker heb je dan op die pagina hiervoor gekeken. En dan zie je op een gegeven moment dat je je aanvraag kan gaan doen in Podium. Want we hebben Podium daarvoor ingericht. Dat is de tool van die binnen BBM3 wordt aangeboden voor onderzoekers om aanvragen te kunnen doen bij aangesloten biobanken of databanken. Om dat te kunnen doen moet je eerst een account aanmaken. Dan kan je gewoon naar podium.bbmri.nl gaan en een account aanvragen. Dan moet je account eerst even goedgekeurd worden door de service desk van HealthArray om te kijken of je wel echt een persoon bent die een aanvraag zou mogen doen. Of dat je niet een, bijvoorbeeld waarop gecheckt wordt, is dat er niet Gmail-adressen gebruikt kunnen worden in verband met privacy en dat soort zaken. Nou, stel je hebt een account aangemaakt, dan kan je inloggen. En als onderzoeker kan je dan een nieuwe aanvraag indienen. Nou, wat we binnen Capacity hebben gedaan in Podium, is er gewoon één generiek aanvraagformulier beschikbaar. Dat komt hier eigenlijk wel mooi uit, want voor Capacity was er nog niks, dus we hebben dat formulier gewoon in gebruik genomen voor Capacity. Daar vul je gewoon eigenlijk de gegevens van de aanvraag in. Dus een titel, wat voor data heb je nodig? Nou, in dit geval, er zijn geen beelden en geen materiaal bij Capacity, dus dan kan je alleen data aanvragen. De organisatie waar je wil aanvragen, dat kunnen meerdere organisaties zijn, zodat je je aanvraag in één keer naar, bij wijze van spreken, 5 of 6 biobanken zou uit kunnen sturen. En er is ook nog een optie voor een linked request. Dat is
Om een goed voorbeeld daarvan te geven is bijvoorbeeld dat een onderzoeker data nodig heeft van IKNL en weefselblokjes van Palga van dezelfde set aan patiënten. Maar dat geldt hier natuurlijk in dit geval niet. Als we dan doorklikken, dan zie je hier eigenlijk gewoon de gegevens van het onderzoeksvoorstel. Die moeten gewoon allemaal ingevuld worden door de onderzoeker. Je zou zelfs, als je al eerder een aanvraag gedaan hebt die hier iets mee te maken heeft, het related request number, dus het aanvraagnummer van die aanvraag toe kunnen voegen, zodat het voor de DAC die straks de aanvraag moet beoordelen, duidelijk is dat er in het verleden ook al zo'nzelfde soort aanvraag of een aanvraag die iets mee te maken heeft gedaan is. Dan als laatste is het verplicht om de principal investigator contactgegevens mee te sturen. En is er nog mogelijkheid om allerlei attachments toe te voegen en up te loaden? En bij Capacity hebben we ervoor gekozen dat hier in ieder geval door de onderzoeker het codeboek meegestuurd moet worden met de keuze, een selectie van variabelen die hij of zij nodig heeft om zijn of haar onderzoeksvraag te beantwoorden. Nou, dat codeboek is ook gewoon op de website te downloaden. Dat ziet er zo uit. Dus dit kan dan gewoon door de onderzoeker de selectie gemaakt worden en als attachment meegestuurd worden in de aanvraag. Nou, dan drukt de onderzoeker op submit en uiteindelijk komt het dan binnen. In dit geval is bij Capacity is Wanda de coördinator die als eerste de aanvraag allemaal ontvangt. Dus dit is eigenlijk de inbox van Wanda en Podium waar alle aanvragen in staan. Even kijken. Zo'n aanvraag kan je gewoon openen. Dan kan je de details zien hoe zo'n aanvraag eruit ziet. Nou, dit is dan even een testaanvraag met testdata. En eigenlijk hebben we in het podium zitten twee staps validatie. Dus de eerste stap is eigenlijk dat de coördinator van een organisatie kijkt of de aanvraag volledig is ingevuld. Of het geen onzin aanvraag is, of er geen rare dingen in staan, of dat dingen missen. Als dat niet het geval is, dan kan de coördinator de aanvraag valideren. Is dit wel het geval, missen de dingen, dan kan er een revisie aangevraagd worden bij de onderzoeker die hem heeft ingediend, zodat die informatie aangevuld kan worden. Maar in dit geval gaan we er gewoon vanuit dat die aanvraag gewoon gevalideerd is en dat het helemaal kloppend is. Nou, dan kan die daarna uitgezet worden voor review. En in dit geval bij Capacity zijn alle leden van de Data Access Committee reviewer. Dus die krijgen dan allemaal een mailtje van er is een nieuwe aanvraag gedaan en willen jullie deze reviewen? Even zien. Dat zie je hier. Dus dan kan je, dit is eigenlijk die twee-stap validatie. Je geeft aan dat dat de request volledig is en daarna kan je hem voor review versturen. Ja, dan neem ik dit stukje weer even. Ja, neem jij dit stukje, dit is de DAC. Dit is dan het onderdeel wat ik dan als coördinator van de Data Access Committee weer te zien krijg. Dus op een gegeven moment dan hebben de verschillende DAC-leden, die hebben hun commentaar, wordt dan zichtbaar hier. Dus wat ze gegeven hebben via podium, dat wordt hier verzameld per aanvraag. Deze informatie wordt ook gebruikt in een vergadering van de DAC. Er wordt altijd, iedere aanvraag wordt toch ook nog eventjes besproken. En dan wordt er toch expliciet ook gekeken naar overlap met mogelijke aanvragen die ook nog in under review zijn. Dus want dat kan natuurlijk een beetje parallel lopen. En er wordt gekeken of de data ook daadwerkelijk die gevraagd wordt, of die ook daadwerkelijk geleverd kan worden uit de database. En daarvoor is dan ook degene die dus echt die database alle ins en outs kent van de database belangrijk, dat hij ook meekijkt in die variabele aanvraag. Erik, kun jij de volgende slide? Volgens mij heb jij weer de. Ja, ik heb hem. Ja. Ja, nou goed, de Data Access Commissie die heeft dan de vergadering. Dan zijn er drie mogelijkheden. Het besluit kan zijn dat die aanvraag geaccepteerd wordt, dat die afgewezen wordt. En wat we eigenlijk nu gezien hebben in de afgelopen periode is dat de aanvragen die worden afgewezen eigenlijk alleen omdat
de data dan niet beschikbaar blijkt te zijn via capacity. Dat er toch, nou ja, misschien toch niet aanvragen zijn waarvan de data gewoon niet beschikbaar is of niet volledig beschikbaar is, waardoor er geen antwoord gegeven kan worden op de vraagstelling. En dan hebben we nog de... Het kan zijn dat er dus een aanpassing noodzakelijk is. Dat kan deels zijn omdat er bijvoorbeeld ook dan parallel nog een andere aanvraag loopt die vergelijkbare vraag wil beantwoorden. Dus wat de commissie dan ook doet is, die brengt de onderzoekers dan met elkaar in contact. En vraagt ze om te overleggen en of eventueel een gezamenlijk voorstel indienen tot de mogelijkheden behoort. Het aanpassen omdat misschien een gedeelte van de data niet beschikbaar is. En als je je vraagstelling een beetje omvormt, dat je dan wel met behulp van de data je vraag kunt beantwoorden. Erik. Ja, uiteindelijk is er dan natuurlijk de DAC-vergadering geweest en is besloten dat een bepaalde aanvraag goedgekeurd is en dus ook weer dat de data daadwerkelijk uitgegeven kan gaan worden aan die onderzoeker. Dan kan dus de coördinator in podium aangeven dat de aanvraag goedgekeurd is en dat die naar de volgende fase gezet kan worden. Nou, hier zie je nog even de approve-knop. En uiteindelijk is die dan geapproved en kan je in de volgende fase, dat is een aparte fase in het podium, het uitgifteproces, de delivery phase. Dus dan kan de coördinator aangeven, we starten nu de delivery phase van deze aanvraag. De onderzoeker krijgt van al die status updates elke keer een mailtje met dat zijn onderzoek, zijn aanvraag doorgaat naar de volgende fase. Dus die is elke keer op de hoogte. Van waar zijn aanvraag zich bevindt. Dit is dan het overzicht van hoe data wordt uitgegeven. En met dit knopje kan dan de coördinator aangeven, nou, dat daadwerkelijk die data wordt nu uitgegeven. Wat er dan gebeurt is, er komt een pop-up. En in het podium is het uitgifteproces echt heel generiek. Dat is eigenlijk gewoon een vrije tekstveld waarin aangegeven kan worden voor samples. Nou ja, als het om samples gaat, die samples worden met die en die courier opgestuurd. En dit is het track and trace nummer, maar als het om data gaat, kunnen we dit hier gewoon gebruiken. En zo doen we dat ook binnen Capacity, dat we aangeven aan de onderzoeker, je data wordt daar en daar neergezet. Maar waar we dat neerzetten, dat komt zo meteen. Dat zetten we in een digital research environment neer, waar die onderzoeker alleen bij komt. Maar daar gaat Wanda zo nog verder op in. En uiteindelijk is de laatste stap dat in podium, dat die onderzoeker dan aangeeft, ik heb mijn data allemaal ontvangen. En dan is de cirkel rond van de aanvraag. En is die helemaal afgesloten in podium. Ja, en als dan inderdaad zo'n aanvraag goedgekeurd is en overgegaan kan worden tot datalevering, dan moet er uiteraard weer een data transfer agreement komen. In dit geval dan tussen Capacity, of ja, het UMC Utrecht, wat het coördinerend centrum is voor Capacity. Immers, die heeft dat mandaat gekregen namens de deelnemende centra. En de tweede tekenende partij is dan degene die de dataset gaan ontvangen voor het uitvoeren van de analyses en beantwoorden van de vraag. Dan komt de datamanager in beeld. De dataset wordt inderdaad geprepareerd en klaargezet in een digitale research omgeving. In dit geval maken we gebruik van Andrea. Per project wordt er een aparte workspace ingericht en de onderzoekers die betrokken zijn bij zo'n specifiek project krijgen allemaal toegang tot die specifieke werkruimte middels een twee-factor authenticatie. De data die kan dan inderdaad op die workspace, op die virtuele machine geanalyseerd worden. En binnen die workspace kunnen ook documenten gedeeld worden. Dus in principe hoeft de dataset de omgeving niet te verlaten. Het voordeel voor Capacity is dat de datasets dus niet door de diverse centra gaan zwerven.
Dat we ook precies weten wie wanneer is ingelogd, dus wie wanneer waar met de data aan de slag is. Uiteindelijk, na een aantal maanden, dan is de onderzoeker klaar. Of die heeft een deel van de analyses uitgevoerd. Dan wordt hij uitgenodigd in de dagvergadering om de voortgang te bespreken. Wanneer het zover is dat de publicatie al bijna gereed is, dan wordt aan de onderzoeker ook gevraagd of hij in ieder geval het concept met de dag wil delen. Waar dan ook voornamelijk op gelet wordt, is dan natuurlijk of de vraagstelling inderdaad die initieel was aangevraagd ook beantwoord is in die publicatie en niet een hele andere vraag beantwoord is. En vervolgens wordt er dan ook gecheckt op de auteursplekken en hoe capacity genoemd gaat worden in acknowledgement. Daar worden dan ook suggesties voor aangeleverd. Het resultaat van deze registratie is dat we nu 26 aanvragen via Podium binnen gehad hebben. We hebben er 15 kunnen toewijzen. Twee zijn daar niet geaccepteerd en er zijn er nog 4 in de revisie. We maken wel dankbaar gebruik van Podium, omdat gewoon ook ieder aanvraag die krijgt een nummer. En het is daardoor gewoon ook heel goed te monitoren hoe ver die verschillende aanvragen in hun proces zijn. Dus dat is een mooie tool om daarvoor in ieder geval te gebruiken. Ja, tot zover onze bijdrage. Dankjewel, Wanda en Erik. Ook voor de spectaculaire overnemen van de spreker. In wat aanvankelijk een duet leek, werd steeds ingewikkelder, maar het ging helemaal goed. Dat ging best goed. En ook keurig binnen de tijd gehouden. Ik kijk even naar onze studio bij Robin. Zijn er vragen binnengekomen? Ja, de ICRF werd door jullie genoemd. Dat is natuurlijk voor infectieziektes, dacht ik, bedacht. Was dat gangbaar bij de mensen die gebruik maakten van Capacity of was dat geen probleem? Even kijken. Dat is dat Clinical Report Form, ja. Het ICRF. Van de WHO. Ja. Van de WHO, de ICERIC. Ja, er hebben een aantal centra die hebben ervoor gekozen om dat als basis te nemen. En om daar gewoon inderdaad al hun data in te stoppen. En dan aan te vullen met die extra instrumenten die waren toegevoegd aan capacity. Puur voor dat cardiologische gedeelte. Ja, toch. Ja. Ja. Dus het is eigenlijk de WHO-CRF aangevuld met cardio. En, right. Waarvan het overlappende gedeelte verplicht is. En dan is er nog een deeltje wat wel in capacity zit. Wat echt alleen ICERIC is. Wat niet verplicht was. Maar wat wel veel centra hebben ingevoerd. Of via een andere weg hebben aangeleverd. Omdat ze dat al in de REDCap instantie van WHO hebben ingevoerd. Dus daar hebben we een export en een import van gedaan. Oké, en ik denk dat de tweede vraag al eigenlijk impliciet beantwoord is. De data werden door de aanleverende instanties zelf ingevoerd in die omgeving. Waren jullie op de hoogte? Dat ging waarschijnlijk gewoon met de hand. Of is dat, hebben jullie daar geen informatie over? Ja, dat ging met de hand. Ja. En sommige centra hadden dan een ander systeem waar ze ook voor een andere registratie hebben ingevoerd. En die hebben daar bijvoorbeeld gebruikt als een Castor om voor een andere COVID-19 registratie. En daar hebben ze dan de data uit geëxporteerd en die hebben wij geïmporteerd in Capacity. Dat is dan goed te horen. Ja, ja. Robin, zijn dit de vragen? Nee, Volker, er staan nog enkele vragen in de chat. Ik weet niet of je dat ook kan zien. Oh ja, die kan ik hier zien. Hoeveel menskracht... laat ik even boven beginnen. Waar zijn de andere 5 aanvragen? Ja, precies. Ja, die heeft Tineke al goed beantwoord. Die had ik inderdaad even niet meegenomen. Er liggen er ook nog een paar in de review. Oh, oké. Okay. Sorry. En ik geloof dat Nivel is. Hoeveel menskracht is er mee gemoeid? Nou ja, de data...
Als ik puur kijk naar het beoordelingsgedeelte van de Data Access Committee, die bestaat uit een, ik meen 8, en dan zit dan de coördinator en, ja, hoeveel, en dan nog degene die echt het alle ins en outs van de database weet. Dus we zijn met 10 man, dus dat is op zich best wel wat. We hebben nu, in het begin hadden we echt iedere dag, of iedere dag, iedere week 1 uur overleg. Dat is inmiddels wel teruggebracht, omdat het aantal aanvragen minder, minder snel loopt nu. Dus we zitten nu op 1 keer per 2 weken hebben we een overleg. Ja, voor de coördinator zit er best wel wat werk aan, want je moet toch al die, je moet alles in de gaten houden. Ja, de communicatie richting de onderzoekers en nou ja, kijken hoe het ermee staat, weer uitnodigen voor een terugkoppeling van de analyses en de voortgang. Dus het, het gaat niet helemaal vanzelf, er zit best wel wat werk in. Oké, okay, en dan, ik kan die 2 vragen samenvatten. Andrea noemde je. Welke analyse software kun je daarmee doen? Kun je daar iets over zeggen, gezien de vraag? Ik heb begrepen dat je daar redelijk veel analyse tools ook zelf gewoon aan kunt, kunt toevoegen. Er zit een hele set aan analyse tools is beschikbaar. Ook gewoon de meest gangbare, zoals je statistische programma's en dergelijke, die zitten daar ook gewoon in. Volgens mij is het, Erik, maar dan moet je helemaal corrigeren. Volgens mij was het gebaseerd op Azure. Ja, dat is het onderliggende platform. Maar volgens mij zitten daar alle tools in die een onderzoeker die dit soort onderzoek doet, gebruikt. Dus er zit R in, SPSS, Stata, al dat soort statistische pakketten. En voor de rest het is eigenlijk gewoon een soort van Windows-omgeving. Ja, oké. Okay. En ja, dan een eentje op data quality. Is er ook monitoring gedaan op de data? Het lijkt me ambitieus in deze snelle voortgang. In enige zin, in zekere zin wel. Er is op een gegeven moment zijn er voor, is er een script gemaakt in R, waarin voor elk centrum een rapport gemaakt kon worden met missende data. In zeg maar de verplichte velden of de belangrijk geachte velden. En die is naar elk centrum toegestuurd met de vraag of ze dat zouden willen aanvullen. En dat is eigenlijk best goed gedaan. En aan het eind, het is in Wanda, augustus was het, was dat er een data freeze was even. Ja. Voor een aantal artikelen. Daar hebben ze echt hun best voor gedaan om, om die data dan zo compleet mogelijk in, aan te vullen. En ja, en in die check zaten natuurlijk ook wel wat, wat validatiechecks op outliers en dat soort zaken. Oké, okay, nou dat is indrukwekkend. Heel mooi. Ik denk gezien de tijd dat we wel voortgaan, maar niet nadat ik nog even van jullie gevraagd heb, is het goed dat mensen nog vragen die opborrelen rechtstreeks aan jullie richten, al dan niet via Robin? Prima. Ja, zeker. Ja? Tuurlijk. Ja. Heel fijn.